petitie om kofferbakverkoop te laten blijven. En IJs van Co wint de publieksprijs bij de Business Awards. Donderdagavond ontving de burgemeester uit handen van Tanja Gort een petitie. Zij pleit samen met nog eens 1178 mede-ondertekenaars ervoor dat de kofferbakverkoop aan het kanaal moet blijven. Een kleine groep bewoners hadden geklaagd over de overlast die deze verkoop zou maken. De kofferbakverkoop staat al 15 jaar op dezelfde plek, maar moet nu mogelijk naar een andere plek toe. Een veel grotere groep bewoners en sympathisanten vinden dat belachelijk en zijn in actie gekomen. Organisator van de kofferbakverkoop Ben van der Velde was er ook. Een hele groot ondertekende petitie aangeboden. Waar gaat dit toe leiden? Ja, nou ja, de gesprekken zijn gevoerd met de gemeente vorige week en heel erg goed geweest. We hebben heel erg goed met elkaar kunnen praten. Er is uitgekomen dat we een keer weg moeten daar. Dat kan niet anders, want er is een ander bestemmingsplan voor dat stuk asfalt. Dat zal er misschien een keer uitgaan en er komt misschien iets een keer van een park of iets dergelijks. Educatief moet er ook iets komen, waarschijnlijk wordt er verteld, maar dat weten we ook niet helemaal zeker. Maar dat is een keer. Jullie wilden volgend jaar al ergens anders naartoe. Ja. Gaat dat nu ook gebeuren? Nou, dat zou kunnen, dat weten we nog niet. Is er ook nu een kans met deze petitie ondersteund dat jullie alsnog hier wel blijven? Wij willen wel heel graag. Maar het ligt er gewoon even aan of hoe lang wij daar dan nog kunnen blijven. En of er een andere locatie geschikter is om langer te blijven. Laat ik het zo zeggen. Als we daar weg willen. We hebben dit jaar gehoord dat er geen klachten waren. Of nauwelijks. Dus wij hoeven geen aanpassingen meer te doen dit jaar. Dus dat scheelt. Dus jullie kunnen zonder moeite blijven dus nu? Nu zouden we kunnen blijven. Zeker, ja. Van der Velde had plots nog iets te melden. Maar er zijn twee locaties, maar daar kan ik nog even niks over zeggen. Die zijn we aan het uitzoeken. Wat vinden wij ervan? Wat zijn de voor- en de tegens? En dan moet de gemeente ook zijn voor- en zijn tegens van hebben. En die gaan er ook bekijken. Dus we komen in december weer bij elkaar en dan gaan we erover praten. En in januari nemen we een beslissing. En dan gaan we ook eind januari de vergunning aanvragen. Een woningbrand aan de Meerkoetweg in Apeldoorn heeft donderdag even voor hectiek gezorgd. De bewoonster wilde de hond in haar huis bevrijden, maar die stond vol met rook. Zij werd door de politie tegengehouden. De brand ontstond in de keuken van de woning, waardoor de woning in korte tijd gevuld was met rook. De brand was snel geblust. Zowel de bewoonster als de hond zijn ter plekke nagekeken en hoefden verder niet behandeld te worden. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Een man is donderdagmiddag zwaar gewond geraakt nadat hij in een loods van een hoogte was gevallen. Niet duidelijk is waarvan de man is gevallen. Dat gebeurde aan de Boterweg in Loenen. Met een traumahelikopter is de zwaargewonde man naar een ziekenhuis overgebracht. Niet duidelijk is hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en welke verwondingen de man heeft opgelopen. In een bomvolle zaal van Theater Orpheus werd donderdagavond de Apeldoornse Business Awards 2018 gehouden. De awards werden in 6 categorieën uitgereikt. In de categorie detailhandel ging de echte bakker Keurhorst met de award aan de haal. Bierbrouwerij De Vlijt van de Velusse Schavuit werd winnaar in de categorie groothandel en dienstverlening. Kim Nederland was als eerste uitgeroepen in de categorie Industrie en Technologie. Beste starter van dit jaar werd Jongster. Stichting Kleef kreeg de award als beste maatschappelijke organisaties. In de categorie Toerisme en Horeca werd het Drakenbootfestival verrassend eerste. De publieksprijs ging dit jaar naar
IJs en Co. uit Hoenderloo. Gefeliciteerd alleen. Ja, super, dankjewel. En hoe, ja, wat betekent dit nu eigenlijk? Wat ging er door je heen op het moment dat jullie naam werd geroepen? Ik was katsbeduust, maar het is wel echt een kroon op ons werk hoor. Echt. Oh, ik ben zo super trots. Maar ook op onze meiden, hè? Onze meiden die het loket. Dus die doen het dus ook goed. Oh, dat vind ik zo super trots. Daar ben ik echt super trots. Ja. En waarom denk je dat het publiek eigenlijk massaal op jullie gestemd hebben? Nou, gewoon, we hebben een leuk product, dat weet je zelf ook. Maar die mensen, wij hebben een klantenkring uit heel Nederland. En we hadden volgjes en die meiden op Facebook en alles. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar die hebben dat gedaan en die posten dat en dat gaat gewoon geweldig. En die dacht, oh ja, dat ken ik dus. Dat ging hartstikke leuk. Maar we hebben buiten Apeldoorn een hele grote kring natuurlijk van klanten wat bij ons komt. En die zeiden, ja, we gaan stemmen. Want die hadden de sticker van Business uit. Wij gaan stemmen. En ze hebben het gelukkig allemaal gedaan. Super trots. Blijk van waardering. Leuk. Ook dit jaar werd de Apeldoornse Business Award gepresenteerd door Harm Edens. Hij maakte tevens bekend dat de awardsuitreiking de komende 3 jaar zal worden gehouden. Dat wordt mogelijk gemaakt door een nieuwe sponsor van deze contest. Morgen is het zonnig, droog en zomers warm. Bij een matige wind wordt het een graad of 25. In de avond en nacht is het helder en daalt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 15 graden. Zondag is het wisselend bewolkt met geregeld buien en weinig zon. Het wordt dan een graad of 21. Maandag overheerst de bewolking, maar blijft het droog. Het wordt dan met 16 graden een stuk koeler.